Er rest mij niets meer dan mijn lied te zingen. Een lied over de laatste vreemde dingen waar met mijn ziel ik zingend in verzink. Een raden soms, en soms een bijna weten, dat uit mijn diepste wezen opwaarts welt. Dat wij vergeten worden en vergeten al wat ons op deze wereld vergezelt. Sterven is zijn herinnering verliezen en eindelijk niet meer weten wat te kiezen. En je vervreemd voelen van tijd en orde. Lang duurt de dood, ze duurt een leven lang. En wat wij doen, wordt onze ondergang. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus, dat was een gedicht van Bertus Aafjes, dat hij schreef in het jaar dat ik werd geboren. En dat is hele lange tijd voor mij de samenvatting geweest van wat dood, het lijden van de dood en de angst voor de dood eigenlijk betekent. Het is iets waar je volkomen machteloos tegenover staat. Nou ja, de dichter heeft nog enig verweer. Die kan er een gedicht over schrijven en daar proberen troost in te vinden. Maar vooral bij Bertus Aafjes waren al die gedichten vervuld van de onvermijdelijkheid van de dood. Het komt ooit eens voor ons allen. En van de uitzichtloosheid van de dood. Je vergeet en je wordt vergeten en na enige tijd weet niemand meer je naam. Of de klank van je stem. Of de woorden van liefde die je sprak. En zo heeft Bertus Aafjes het mooi gezegd. En met die schoonheid wilde hij ons troost geven. Je kunt er in ieder geval over zingen. In eenzaamheid, zei hij. Over zingen in eenzaamheid gelijk een blinde vink. Zoals een blinde vink zingt zonder dat er iemand is die hij kan zien, die het horen kan, een andere vink. Het is een eenzaam en krachteloos lied. Maar we kunnen het tenminste zingen, vindt Bertus Aafjes. Het is in zekere zin het lied van Maria en Martha. Het gedeelte dat we hebben gelezen gaat over veel dingen, maar ook over de rouw van Maria en Martha. Wat hebben zij in hun hart, in hun leven, in hun omgeving, in hun godsdienst, om zich te verweren tegen die onvermijdelijke en troosteloze dood die hun broer heeft getroffen. Meer dan een broer. De ouders zijn al overleden. Deze broer is voor hun vader en moeder tegelijk geweest. Hij heeft voor ze gezorgd. En nu is hij gestorven. De rouw die hun hart vervult klinkt in de toonaard van dat gedicht van Bertus Aafjes. Troosteloos, uitzichtloos, onvermijdelijk. En hoe nu verder? En ze zetten werkelijk alles in. Hun gebed in de richting van Jezus is oprecht en diep. Heere, kom, ze sturen een boodschapper. Dat zou je bidden kunnen noemen. Een boodschapper richting Jezus. Heere, uw vriend is ziek. Kom hem nu redden. Houd de dood toch tegen. U bent toch de Heer van het leven, niet de Heer van de dood. En hij is toch uw vriend. Hoe kun je anders reageren, Jezus, dan met aandacht en liefde en barmhartigheid? En Jezus komt niet. Geeft ook geen antwoord, stuurt geen boodschapper die zegt, je moet nog even wachten, er gebeurt straks iets heel anders. 4 dagen stilte. Stilte die wordt gevuld door het gepraat van hun Joodse vrienden uit Jeruzalem, die precies weten hoe dat werkt. Want dat is zo, als je op afstand staat van iemand die overlijdt, dan weet je de woorden en je weet wat je moet doen. Want dan raakt het je niet zo. Zij weten het hele ritueel van de rouw.
De gebeden die gezegd moesten worden, wat de rouwenden mochten doen en wat ze moesten laten. Ze mochten zich niet wassen, ze mochten hun kleding niet vernieuwen, ze moesten minstens een week lang zitten en verzorgd worden en weeklagen. Niet hardop, want dat was de taak van de vrouwen die daar waren. Die mochten in hun naam hardop weeklagen. Alles gereguleerd. En alles een aankleding van die troosteloze, onvermijdelijke, hopeloze dood. Want daar hadden ze geen woorden voor. Dan komt Jezus in hun omgeving. Martha hoort het, snelt naar buiten, vol met dat verwijt. En dat is een verwijt dat wij allen kennen. Dit is nou eens een Bijbeltekst waar niemand een uitleg voor nodig heeft. Heere, als u er geweest was, dan was mijn broer niet overleden. Zo heb ik gestaan in een ziekenhuis in Lelystad. Heren, als u het gewild had, was mijn vader hier niet zomaar overleden, 67 jaar oud. Kennen dat gevoel? Heere God, waar bent u dan? Of zou dan toch, dat is de doffe berusting die later volgt, zou dan toch die dood op een of andere manier sterker zijn dan God? De troosters in dit huis, die hebben het geweten. Maria en Martha, nu zie je het nog als iets tragisch, maar weet, de wijsheid van de Heere God leidt alles. Hij zal nooit iemand uit het leven wegnemen, wiens tijd het niet is. Het leven is al volledig en voorbij en dan zal hij rusten en dan komt op die jongste dag de opstanding. Wacht het maar af, geef het maar over. En dat moet gezegd worden, Maria en Martha, gewoon door hun ontmoeting met Jezus, hebben niet genoeg aan die soort van troost. Zoals ze niet genoeg zouden hebben aan dat gedicht van Bertus Aafjes. Daar komt de Heer op ze af. De Heer die alles kan in hun ogen, alles wil. Hij is 4 dagen stil geweest. Martha zegt tegen hem, zelfs nu, zelfs na de dood van mijn broer weet ik, God zal u alles geven waar u om vraagt. Daar zit iets in het verborgene achter. Van misschien wil u het niet geven. Dat zou dat toch vreselijk zijn. Als de Heer niet wil dat Lazarus herleeft. Twijfels over de macht van God. Over de intenties van deze God. Ja, je mag je niet voelen. Je mag niet twijfelen aan God. Aan Gods plan, aan Gods wijsheid. Dat is een van de eerste dingen die als troostwoord door die kamer heeft gegonst. Vertrouw nu maar op de wijsheid van de Heer. Maria en Martha kennen Jezus zo goed dat ze dat niet kunnen. Eigenlijk is wat ze doen heel onvroom. Daar zouden die Joodse gasten van hen zich toch over verbaasd hebben. Je staat zomaar op, je gaat naar de rand van het dorp, je praat met iemand, dat hoort niet bij de rouw. Je bent opstandig, je legt je er niet bij neer, je bent niet bezig met berusting. Je gaat naar het graf om te huilen, Maria, wat doe je toch? Weet u, in het licht van Jezus en zijn woorden wordt de dood eigenlijk alleen maar onverdraaglijker. Als je weet dat het het einde is en er is toch niks meer, er is geen belofte van eeuwig leven, er is geen opstanding in Christus. Dan buig je je hoofd en je hart in doffe berusting. Maar als je Jezus leert kennen, met zijn woorden van eeuwig leven, dan wordt de dood eigenlijk schrijnender aan de ene kant. Maria en Martha hebben dat. Heere, als u hier geweest was, u met die woorden van liefde en genade en barmhartigheid, waarom laat u dit dan gebeuren? De dood wordt absurd. Niet iets wat gewoon bij het leven hoort, het wordt absurd. Niet Gods bedoeling, in strijd met Gods plan, in strijd met zijn liefde voor ons. Heere, als u hier geweest was, als u ons gebed gehoord had, als u nou werkelijk had geweten hoe dierbaar deze broer voor ons was, dan had u ons toch niet zo in de steek gelaten. Jezus zegt tegen Martha, uw broer zal weer opstaan. Machtswoord van God. Uw broer zal weer opstaan. Er is geen hopeloosheid en troosteloosheid en uitzichtloosheid. Hij zal weer leven. Het leven zal overwinnen. Het leven is machtiger.
dan de dood die jullie zien. En dan doet Martha iets wat ik wilde vergelijken met wat Bertus Aafjes doet in zijn gedicht. Ze kent de woorden wel, ze kent de vrome en goede woorden die ze op catechisatie heeft geleerd. Ja, heren, dat weet ik wel. Er komt een dag, daar zullen de doden opstaan. Ver weg, ver buiten mijn bereik. Daar kan ik nu helemaal niets mee, maar ik weet het hoor. Alsof hij haar vraagt of ze, nou ja, zondag 13 enzovoorts uit haar hoofd geleerd heeft. Weet je wel wat er in de catechismus staat? Weet je wel wat Gods woord zegt? Ja, dat weet ik, zegt Martha. Wat heb ik eraan om dat te weten in de verte en van buiten geleerd te hebben? En dan gaat Jezus nog verder. Jezus zegt tegen haar, begrijp je dan niet dat in mij, in het leven van Jezus zelf, die dood definitief overwonnen is? Hij is werkelijk verdwenen. Hij heeft geen macht meer. Hij is niet meer troosteloos en uitzichtloos en beangstigend. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Sterven is niet wat jij denkt, Martha. Niet het einde van het leven. Maar het is een moment in het leven. Het is niet het eindstation waar je belandt en nu kun je geen stap meer verder. En het is niet het vergeten worden en het vergeten en het vergaan waar de dichters nog troost aan willen beleven. Het is net als slapen. Zo heeft Jezus daarvoor, een paar dagen daarvoor, die dood ook genoemd. Ik ga naar Betanië om Lazarus uit de slaap op te wekken. De discipelen begrijpen daar niks van. Hij vergelijkt de dood met een slaap en wakker worden in de heerlijkheid. Dat is voor Jezus wat de dood is. Dat is voor God wat de dood is. Niet voor ons. Voor ons is het dat eindstation en het vergeten worden. Ach ja, en de catechismus en de belijdenis. Er is nog een opstanding aan het eind van de tijden. Hoe krijg je die twee bij elkaar? De waarheid van die belijdenis. Hij is de opstanding en het leven. Er is ons beloofd dat de dood is overwonnen. De slavernij onder de angst van de dood is weggenomen. En dan onze eigen realiteit. In die rouw zitten. Stem niet meer horen, een gezicht niet meer zien. Een leven niet meer delen. Herinneringen hebben die vervagen. Onze realiteit. Als Jezus dat gezegd heeft, dan antwoordt Martha, heren, ja, ik geloof dat allemaal wel. U bent de Christus, de Zoon van God die in de wereld zou komen. Weer zo'n stukje belijdenis waar ze zich aan vastklampt. Ik weet wel dat u heel bijzonder bent. Dat is niet wat hij zei. Hij zei, Martha, de dood is definitief overwonnen, het is niet meer dan een slaap. En Martha die zegt, ja, ik weet dat er iets bijzonders met u is. U bent wel de Christus, u bent de Zoon van God, ja. Dank u wel voor uw troostrijke woorden, zal ze gedacht hebben, of gezegd hebben. Fijn dat u dat nog even zegt, dat bemoedigt me even. 10 minuten, een uur. Maria zegt hetzelfde tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Het zijn de drie normale reacties tegenover de dood. Het eerste is, God, waar was u? Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Het tweede is de poging om troost te vinden in iets in je geloof. Er komt een opstanding uit de doden aan het eind van de tijd. Het zal wel, voor God leven zij allen, komt vaak niet dichtbij. En het derde, dat is het bijzondere. Het kortste vers van de Bijbel staat in vers 35, of is vers 35. Jezus weent. Nergens anders lezen we dat Jezus diep van binnen bewogen is. En dan nog huilt ook. Er staat letterlijk in het Grieks dat hij in tranen uitbarst. Zo'n opwelling van verdriet die zo sterk is en zo plotseling dat je het niet kunt tegenhouden. Hij snikt het uit. Waarom? Voor hem was de dood toch een slaap. Hij was toch de opstanding en het leven. Jezus voelt als geen ander dat onderdrukte, half beheerste verdriet van Maria en Martha en de familie en de Joden uit Jeruzalem.
Hij weet dat zijn woorden over opstanding en leven niet zullen doordringen. Dat is niet zo makkelijk. Dat zijn maar woorden. Hoe kun je daar houvast aan hebben? Hij weet dat daarom het verdriet zo groot is, dat het hun hele leven opschrikt, in de greep houdt, dat ze tot in de diepte van hun ziel wanhopig zijn geraakt. Daarover weent hij. Hij weent met ons mee, niet alleen maar omdat hij ons verdriet kent, als we iemand moeten achterlaten, maar omdat hij ook weet dat wij maar niet in staat zijn zomaar boven dat verdriet uit te stijgen, te geloven in hem die de opstanding en het leven is. Dat blijven nog hele lange tijd, voor wie iemand verloren heeft, woorden. Woorden van de kansel, woorden in de begrafenisdienst, woorden in de Bijbelse tekst die je leest als je iemand hebt begraven. Woordjes. Maar weet u, in die woorden, dat mogen we juist vandaag zeggen, dit is gedachtenisdienst, geen begrafenis. Vandaag mogen we het zeggen, in die woordjes zit de realiteit van God. Dat is de werkelijkheid, dat is de waarheid van de dood. Dat de dood in slaap is en dat het een overgang betekent naar de heerlijkheid, dat is van God uitgezien de werkelijkheid. Het zijn niet zomaar woordjes die ons worden aangereikt om tijdelijk troost te hebben. Dat is Gods werkelijkheid. Hoe krijgen we ons geloof en onze ervaringen op dat niveau? Dat is te hoog. Dat is te hoog. Niemand mag ook doen alsof en bij zichzelf zeggen, ach, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Geprezen zij de naam van de Heer. Dat is doen alsof. Dat is je verdriet niet erkennen en toelaten. En vrome woorden spreken die geen kracht hebben voor jezelf. Wat wij nodig hebben is die dubbele houding van Jezus. Die tweevoudige houding. Hij buigt zich neer, staat naast ons en zegt, ik ween met je mee. Ik voel jouw verdriet. Daarmee erkent hij het. Want liefde kan niet de dood aanvaarden. Liefde is niet bij machte om iemand zomaar prijs te geven. Liefde gaat altijd voorbij de grens van de dood. Jezus weet dat wij zo van nature zijn en hij wil dat ook in ons hart versterken. Hij staat dan naast ons, weent met ons mee. Als u weent, weent hij. En als u zwak wordt door uw wenen, dan pleit hij bij de Vader in de hemel om kracht voor ons. Want dat moet wel verder. Het moet wel verder. Dat is de ene kant, zijn neerbuigende liefde waarmee hij naast ons kon staan. Maar het tweede is zijn verontwaardigingen over de dood zelf. Dat die dood macht krijgt, omdat wij hem niet kunnen doorzien. Daar zijn we te zwak voor in ons geloof. Dat is de liefde van Jezus die zich naar ons toe buigt en ons omhoog wil trekken. Die steeds maar weer die woorden aan ons hart wil voorstellen. Er is niet alleen een opstanding aan het eind van de tijden. God is niet alleen maar de God die zich allen zal herinneren. God is de God voor wie allen leven. Levenden en doden. Hij neemt allen in zijn heerlijkheid op. Schenkt ze dat eeuwige leven. Hij is in persoon de opstanding en het leven. En die woorden geeft hij ons opdat ze heel diep bij ons zouden doordringen. Dat ze daar een verdedigingslinie zouden vormen, een burcht van veiligheid en zekerheid als de dood weer zijn wanhoopspijlen in onze richting stuurt. Jezus weende. En daarna wekt hij als een bewijs toen van zijn macht over het leven en de dood, wekt hij Lazarus op uit de dood. Wij hebben alleen maar het verhaal en niet het teken zelf. Maar in geloof, dat zegt hij, als u gelooft zult u de heerlijkheid van God zien. Als u gelooft mag je vertrouwen op deze woorden. Als je gelooft in hem die ze gesproken heeft, mag je zeggen, ja Heere, ik weet het. Ik geloof het niet elke dag. Ik voel het vaak niet zo diep.
Het is me niet altijd tot troost, maar ik weet het. Ik mag het belijden. U bent de opstanding en het leven. En wie in u gelooft zal nooit sterven in eeuwigheid. Ook al is hij gestorven voor onze ogen en daarin verdwenen. Hij trekt ons omhoog uit onze wanhoop. Naar die woorden toe. Die mag je niet ijdel zomaar gebruiken alsof je er al bent. Maar je mag er naartoe groeien. Er komt een tijd voor ons allen dat we deze woorden ons eigen kunnen maken. Sommigen bereiken dat in dit leven. Zo gaat het van nature. De schok is voorbij. Het verdriet heeft de overhand. En daarna denken we terug in dankbare herinnering. En dan vervaagt die herinnering. En dan zijn we bezig met een leven dat niet verloren is gegaan, maar geborgen is. Geborgen is in Gods hand. Dat wil zeggen veiliggesteld, verzekerd. Op een plaats opgeborgen waar niets en niemand het meer bedreigen kan. Dat is gebeurd met degene die wij hebben verloren. Dit jaar en de jaren daarvoor. En het woordjes. Bij de begrafenis van mijn vader werd gezegd dat mijn vader in de heerlijkheid was. Ik was een stuk jonger dan nu. Ik wist niet wat dat betekende. Hij is in de heerlijkheid. Is dat een troostwoord zonder kracht? Of is dat Gods werkelijkheid? Hij neemt allen die zijn gestorven bij zich. Hij wil ze niet laten verloren gaan. Hij laat ze niet zomaar in de ruimte wegvallen. Hij heeft ze lief. En wat je lief hebt, wil je koesteren en bij je houden. God heeft u lief. God heeft al die mensen lief waar wij vandaag bij stilstaan, die we verloren hebben in dit jaar. God heeft ze lief. Hij wil ze koesteren. Zijn vaderlijke armen om hen heen slaan. En ze vervullen van het geluk en de liefde die alleen bij God zelf te vinden zijn. Laten we die God danken. Heren, we willen het geloven. We willen het geloven. In uw Zoon het leven is. Het eeuwige leven. Dat hij de opstanding en het leven is. Maar het valt ons vaak zo zwaar. Onze ogen, onze ervaring zeggen ons iets anders. Tilt u ons geloof op. Versterk het. Zodat uw woord tot ons mag doordringen. Dat voor u inderdaad allen leven, omdat u hen lief hebt, omdat u uw vaderarmen om hen hebt heen geslagen, omdat u ze koestert en ze mogen rusten in uw geborgenheid. Heer, we danken u dat we dat vandaag weer eens mogen horen. Wilt u dat in ons hart leggen en versterken en maken tot een burcht? Tot een burcht tegen gevoelens van wanhoop of onverschilligheid of verdriet die we kunnen hebben. Maar Heere, dank u dat u ons verdriet niet afkeurt, maar dat u zich naar ons toebuigt en met ons meehuilt. U kent ons hart en u aanvaardt het en u koestert het. Dat wij in de kracht en in de naam van de liefde niet kunnen en mogen loslaten. Maar leer ons dan om de geliefden die wij hebben verloren aan u op te dragen, bij u tot rust te laten komen en ons te troosten met uw woord. U bent het licht en het leven. U zij de eer en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.